Hij zit erin! Ik dacht dat hij overging! Hij zit erin! Ja! Raffi! Ja? Welkom! Welkom! Ik heet jij welkom, hè? Oh. Je bent nu bij mij op bezoek in de studio. Ja. Welkom, leuk dat je hier bent. Ja. Hoe gaat-ie? Goed. Goed? Ga je nou in één keer verlegen doen? Nee. Even normaal, hè? Even normaal, hè? Kom, hup! Wat gaan wij doen, Raf? Wij gaan een fut Raf doen. Precies. Je hebt een mooi shirtje aan. Ja. Mensen hebben het misschien wel voorbij zien komen op mijn of jouw Instagram. De microfoon zit er nu een beetje voor. Maar ja, mensen mogen weten dat we gewoon hartstikke professioneel opnemen allemaal. Ja. Wat staat er achterop? Kun je het laten zien of gaat hem dat net niet worden? Ja, hartstikke mooi, Raf. En hops, rug nummer 39. Ze ziet het een klein beetje in beeld. We gaan straks voetballen, dus dan zien ze het ook nog. Start jij even een draftje op of niet? Top. En dan mag je met die groene punten kopen. Zweethandjes. Oh, ben je zenuwachtig? Nee. Vorig jaar hebben we dik verloren. Ja, ik dacht ik ga het niet zeggen, maar inderdaad, zeg het maar gewoon. We hebben al één keer een fut draft opgenomen, maar dat was geen succes, hè? Deze opstelling vind ik fijn. Ja, is goed. Of wil je deze? Nee, die jij fijn vindt gaan we doen. Volgende? Ja. Je mag even naar jezelf gaan kijken, hè? Oeh, nee. De haartjes zitten strak. Ben je recent naar de kapper geweest? Nee. Nee? Oké. Okay. Nou ja, ik zal het even kijken. Welke wil jij kiezen? Nee, jij mag kiezen, maar ik heb wel een duidelijke voorkeur. Ja, helemaal mee eens. Oh, dit is nu even een strijd. Madhouse. Madhouse? Ja, Madhouse. Ah, gaan we voor Madhouse. Madhouse. Deze shirt is laag in eentje. Ja, maar ik denk dat Lasse jou nu nooit meer aankijkt. Ja. Gaf. Ik denk dat Lasse jou nu nooit meer aankijkt. Ja. Oh! Oké. Ik wilde eigenlijk net zeggen dat ik Erik's ook wel heel leuk vond, maar... Jammer dat we geen 100 teamgeest hebben. Ja, even kijken. Kunnen we daar nog voor zorgen? Als we deze nou ja, hier neerzetten. Ja, ik vind dit wel een goede draft ook zelf. Hey, dit is echt wel een goede draft hoor. Hier, kijk eens even. Hoppatee. Hebben we daar twee Duitsers naast elkaar. Dit gaat minder goed. 85 team is niet slecht hoor. Nee, zullen we dan gewoon een potje starten? Zullen we een potje starten? Wacht, ik heb een verrassing. Heb je een verrassing? Ja, moet je even wachten, oké? Heb jij een verrassing? Ja, ik heb een verrassing. Moet je even wachten. Wat gaan we nou krijgen dan? Nou, moet ik mijn ogen dicht houden of niet? Ja, doe maar open. Wat heb jij dan? Doe maar open. Nee, is die er? Nou ja, kijk eens. Oh, dat is heel vet. Hij is er. Oh, dat heeft heel lang geduurd. Wow. Ah, te gek man. Te gek. Dat ik die dan van jou mag krijgen, dat vind ik wel echt. En ik denk dat een van de beste video's op het hele kanaal van 100.000 subscribers is met jou. Ah, hier ben ik echt heel blij mee. Kijk eens, Bart is er met een extra camera. Wauw, wat fantastisch. Ja, dan pak ik de vlogcamera ook eventjes bij, want die staat hier in de hoek. Oeh, jongen. Wat staat erop, Raf? Kun je het voorlezen? Wauw, hier ben ik echt heel blij mee. Eindelijk hebben we een Bart, ook dankjewel voor het regelen. Pressing to Conor Island for pressing 100.000 subscribe YouTube. Heel goed voorgelezen ook, wauw. Wat een ding, hè? Ik vind hem er mooier uitzien dan ik dacht eigenlijk ook. Wauw, ja, dit is een spiegel. Het is ook een soort spiegel, hè? Ja, kun je nog vaker naar jezelf kijken? Jongen. Nou, top! We hebben even goed meegenomen voor de studio. Nee, heb je. Jongens. Nee. Ik word helemaal dubbel verrast hier. Een shirtje van Davy Klaas heb je voor mij meegenomen? Nou ja, zeg. 2 weken later werd jij gepresenteerd. Nou, allereerst even alle strijders natuurlijk onwijs bedankt. Raf ook bedankt, want jij hebt er ook aan meegeholpen. En iedereen bedankt natuurlijk voor het abonneren, voor het kijken altijd naar mijn video's. Echt te gek. En krijg ik ook nog dit voor in deze studio, hier zo. Ja, ik heb op mijn iPad, op papa's telefoon en op mama's telefoon geabonneerd. Het is toch ook een veentje naar mijn hart, hè. En echt, Davy bedankt hiervoor, maar jij vooral bedankt dat je deze gewoon aan mij geeft. Wil je niet zelf houden dan? Ik heb er toch genoeg. Je hebt er toch ook genoeg. Ook nog met moddervlekken erin. Zitten er nog moddervlekken in van Davy? Ja, hij is gewassen nou. Ja. Maar Davy was wel eenmaal, die ging altijd echt vol op in de strijd, hè? Wauw, Raf. Kom hier, jongen. Extra knuffel. Oh. Zullen we maar snel gaan spelen? Ja. Oké. Ik heb er zin in! Wie gaat de doelpunten maken voor ons? Jij.
Nee, ik bedoel meer Box Bunny. Oh, Madonna, okay. Denk ik. En Kroos uit de Vreetrap. Jongen, jongen, jongen. Nou, nu al een super, super, super bijzondere video dit. Oké, maar Raf, wat gaan we nu dus anders doen dan de vorige keer? We gaan nu meer overpassen. Gaan we gewoon echt simpel tikken proberen? Ja. Oké. Maar af en toe kan je ook wel schieten als je... Ja, nee, vooral. Zeker. Als jij denkt van ik wil schieten, dan moet je schieten gewoon. Ik heb liever dat je te veel schiet dan te weinig. Want toen de vorige keer, weet je dat nog, met Team of the Year Kev en de Bruine? Weet ik dat nog? Man, ik heb er nog 3 keer over gedroomd. Prachtig. Nog 1 keer naar voren. Nog 1 keer naar voren hier. Hier, schieten. Wat doe je? Ja! Oh! Hij maakt hem! Dat bedoel ik! Hoezo we gaan hem verliezen? Oké. Maradona, daar moet het mee gaan gebeuren. Hij heeft... Oh. Ja... 187. Ja. Ja, boeien, ja. Dit kunnen wij aan. Ja, joh. Kijk wie die achter dan heeft, joh. Daar staat helemaal niks voor. Jij bent rood. Met een rode pijltje. Oké, lekker. Come on. Eerste balcontact is geweest. En de eerste paar passes zijn meteen goed. Dus pech. Oeh. 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 Dit is niet het begin. Waar... Ja. Wat een sukkel, hè. Gaat hij dabben? Kijk, nu pak je dus een centrale verdediger, die laat je helemaal naar voren rennen. Dat is wel lastig. Oh mijn god. Dit gaat weer rampzalig. Oh. Misschien moeten we nog een draft. Het begint er alweer op te lijken. Nee. Oh, 3-0 in de 14e minuut. Oh. Ik denk dan nog een draft. Ik denk het ook. Och, Sanchez zit mis. Nu moet jij hem hebben. Oh. Ja. Wat ga je doen? Hij schiet. Ga je schieten? Sorry. Gaat steeds beter hoor. Hij heeft al een tijd niet gescoord. Cool. Ja. Wat is er? Doelpunt. Wat is dit? Hey, ik heb gescoord. Ja. Oké, gaan we er nog eentje maken? Ja. Nog een goaltje? Ja. Als je nu naar mij moet luisteren gewoon. Mooi gedaan, heel goed gedaan. Hop, gaat steeds beter. Nu speel. Hier. Ook een goede bal. Hele goede bal. Neymar. Oh, net niet te langs alsnog. Nee. Achter. Jawel, achter. Heb ik. Goal. Hier. Ja. Hé, hey, was een goede bal van jou. Dus goed luistert en goed... Probeer dingen met... Ik ben mijn meester. Oh, zo. Oh, get wrecked! Get wrecked by Rafael. Oh, Messi, niet te stoppen. Kom niet meer gek! Ik ken het gevoel. Nee. Oké. Ja, ik ben zelf heel gewend om gewoon een lange bal te geven. Ja. Want mijn tegenstanders zijn echt bluf. Ja. Zijn ze bluf? Ja. Zijn ze slecht? Ja. Want ik speel tegen de computer. Gaan we nog een drafje doen? Tuurlijk. Ja, sorry voor je. Tuurlijk. Zal ik het nu snel maken, team? Dan gaan we er even wat sneller doorheen. Hier, geef ik jou heel veel aan deze wil aan jou. Oh. Oké, Raf. Kom eens. Kort tikken. Oké, onze tegenstander. 5-5 verdedigers. Goeie spits, maar niet zo snel. Kort tikken. Probeer deze dus niet te veel in te drukken voor het sprinten. Maar probeer niet een verdediger te pakken en dan weg te rennen. Want dan komen er gaten voor hem. Snap je dat? Oké. Alleen, maar kijk, ik ken je al heel lang. Uh-huh. En mijn droom toen ik klein was een keer met jou een video opnemen in FIFA. En dat hebben we gedaan? Ja. Of dat doen we eigenlijk nu pas? Ja. Dus je droom komt nu uit? Ja. Nee. Wat goed! Want deze, maar we moeten er wel eentje winnen eigenlijk, hè? In mijn droom moet het winnen. Ja, tuurlijk. In mijn droom ook. Kom maar, Raffi. Succes. Kom op! Gaan we deze pakken of niet? Ja! Gaan we deze pakken of niet? Ja! Je hebt een job. Klopt, maar hij is het fucking raar. Oh, Raffi! Luister nou gewoon naar mij! Ik deed X, hè? Ja, maar je moet even wachten. Je moest even met L2, zei ik. Even die ene kort vragen en dan kun je hem gewoon zo rustig tikken. Oh. Nu deed je... Opletten nu, wacht even. Even wachten, ja? Voordat je weer een rare bal hebt. Doe nu maar vierkantje even naar de spits. Wacht. Doe maar vierkantje naar Kane, ja?
ongelukkig. Heel ongelukkig. Deze, we hebben nog tijd, hè? Ik kan wel gewoon. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, pak hem. Ik wil een steektaas doen naar Rojan. Ja. Zullen we even lieven? Is goed. Ga lekker lieven. Weet je wat we wel gaan halen? Ja. Nou, kijk eens even. Ga eens boven. Oei, oké, Raf. Het moet nu wel gaan gebeuren, hè? 3 keer scheepsrecht? Ja. Eigenlijk 5 keer scheepsrecht. Ik heb een gokkantje. Oké, let op. Hey! Griet! Oh, shit! Sterk beginnen wel. Ik vind ons ook zeer sterk beginnen. Ja. Wacht even. Scheids, overtreding. Schieten. Schiet maar. Goed gedaan. Heb jij hier? Kijk eens, dit ben jij. Nu door. Kom maar. Ho. Goed. Ronaldo. Schiet. Eindelijk. 1-0 voor! Ja! Oh, dat verzin je niet. Het is dan toch gelukt. Eigenlijk moeten we nu ook hebben. Nee joh, als zij weggaan hebben we onze eerste winst ooit samen, hè? Ze hebben op start gedrukt. Als ze weggaan hebben we onze eerste winst ooit. Oké, ze gaan door. Goed. Blijf die focus houden, ja? Supergoed. Ja, maar ik vind wel dat we beter kunnen dan dit. Vind ik ook. Hier, midden. Schiet op speel. Goed gedaan! Rebound! Ronaldo! Nee! Hoe dan? Corner? Corner? Lat? Corner? Ik zeg gewoon corner. Rafael. Hey, deze man heeft Rafael, onze linksback. Nu schieten! Ja! Ik heb hem gescoord! Ja! Dit is niet normaal! Ja! En jij maakte hem, hè? Ja! Jij maakte hem! Mijn droom die uitkomt! Wat goed, jongen. Hé, je stond perfect op de goede plek, hè? Net als in het echt, sta je ook altijd op de goede plek. Wat scheelt het? Heel weinig. Ik kom... Huh? Was het een doeltrap? Ja, ik kom in hem naast. Kom maar, keepertje. Oh, nee, ik haal onze keeper onderuit. What the fuck? Ja, boeien. 2-1. Eigenlijk staat het nu 1-0, als je zo kijkt. Weet je wat waarom? We nu moeten gaan doen? Nu gaan we gewoon tijd rekken, een keertje, oké? Okay? Nee. Jawel, nee, nu goed. Tijd gaan rekken. Dit is echt een rare goal. Nee, nu gaan ik ga hem voorsluiten voor als hij gaat nu schieten. Nu gaan we tijd rekken. Nee. Wel, Koen. Doe nou. Hé, jij bent van het mooie voetbal? Ja, maar nu ben ik even van tijd rekken. Oké. Okay. Doe ik in de wedstrijd ook soms wel. Het spel. Ja! Kalm. Oh jee. Hoeveel extra tijd? Nee! 2-2. Penalty race misschien, hè? Shit. 2-2. Ja, en nog verlengen. Oh nee, ik liet balvliegen van Ronaldo. Ik zat dom te doen. Ik zat een trucje voorin. Ja, daarom. Oh, wat ongelooflijk dat ik daardoor balverlies deed. Koen, ik denk... Wat denk je? Dat het voetballen wordt. Nee, we gaan onze eerste overwinning ooit pakken, weet je nog? Maar ik wil mijn dromen dat je... Hier, schieten! Oh, yo. Nee, Koen? Ja? Nu niet. Niet nu. Wat niet nu? Niet nu hun scoren. Ik... Zonde. Oké. En weer door. Penalties. Nou, Raf. Ga jij alle penalties nemen? Ja? Ja. Maar jij bent goed, toch? Oké. We gaan goed kijken. Ja, ik ben keeper nu. Oh,
Oh. Moet jij keeper of ik? Wil jij? Ja, Hika? Weet je hoe je moet keeper? Je moet met deze rechter. Met deze rechter analoogstuk moet je keeper. Daarmee kies je een hoek straks. Jammer. Oh, jij moet schieten nu. Ga je zelf schieten? Niet te ver naar de hoek hoor. Jammer. Koen, alsjeblieft, hou deze. Ben je echt mijn held? Oh, ik ga mijn best doen, jongen. Niet. Oh nee. Nu moet jij weer keeper. Wil jij hem keeper? Kool! Yes! Ja! Jij neem hem. Jij neem hem, sowieso. Jij neem hem. Jij neem hem. Ja, maar we zijn nog steeds dan niet, hè? Nu moet ik deze eigenlijk ook houden. Als hij deze maakt, dan zijn we alsnog verloren. Het zou heel ziek zijn. Oké, okay. Als we deze winnen, hè? De winnende. Mag jij hem? Nee, jij. Het is jouw droom. Nee. Jij. Nee, maar... Ja, hij zit erin. Ik dacht dat hij overging. Hij zit erin. Ja. En door naar de volgende. Lekker. Zo. Lekker, man. Jij maakt gewoon de winnende, hè? Hey. Ja. Lekker man. Ja, ja, Raf 39. Oké, kom, we zijn weer bezig. Jij bent blauw. Fan man. Ik voelde al dat het een heel gevaarlijke bal ging worden voor jou. Heel gevaarlijk. Oh, wat zonde dit. Geven we zomaar een raam. Kom, niet doen, niet doen. Ja. Wat? Ja. Wat ja? Dit gebeurt. Ja. Heb je op Ronaldo? Heb je op Ronaldo hier? Gast, wat is dit? Waarom spelen we niet de hele tijd al zo? Jongen, jongen. Ik zeg de hele tijd, de hele dag al tegen jou. Doe kort, doe tikken, doe X. Gaat hij nu in één keer zo spelen? Hij ramt hem even binnen. Wat is dit? Hoe kan dat? Heb je in één keer weer even de geest gekregen? Zodat je denkt van, oh, zo moet het. Nee. Oh! Heerlijke kopbal. Ziek gekopt. Nog één keer. Nog één keer kunnen we. Wat een speelt, kom. Jongen, jongen, vreselijk goed schot. Ah, jammer. Ja, jammer. Goed gespeeld. Nog een lekkere goal gemaakt. Mm-hmm. Ik ben ook al klaar met het FIFA. Laten we gaan voetballen. Ja, ik ook. Ik ben ook een beetje klaar met. Oké, goed zo. Let's go. Let's go. In elk geval, Raf, onze eerste pot ooit gewonnen. Blij mee? Mm-hmm. Goed zo. Oké dan, vamos. Ja.